Goedemorgen allemaal, welkom terug op mijn kanaal Twee Senioren op Reis. We gaan vandaag weer rijden. Ik hoop dat het droog blijft, de weersvoorspellingen zijn niet zo best. Terwijl we vandaag over de Kroosklokner gaan. Het is een, zoals ik het gelezen heb, echt een toeristische attractie geworden. Met een musea en uitzichtpunten en alles en nog wat. Ik ga even op de kaart laten zien wat we tot nu toe gereden hebben en waar we nu zijn en wat het uitgangspunt is voor deze Kroosklokner. Als jullie goed kunnen zien, ben ik hier in het adelaarsnest geweest. Net over de grens van Duitsland en Oostenrijk. We zijn daarna teruggereden over de grens naar Oostenrijk. We zijn hier, hebben een klein stukje snelweg gehad omdat de secundaire weg was afgesloten. En vervolgens zijn we langs de snelweg hierheen gereden, hier door het middenstuk en hier naar Bruck am Kroosklokner. Daar zijn we nu. En dan gaan we vandaag dit stuk rijden over de Kroosklokner en dan richting Spital, hier naar Grijvenborg. Nou, ik hoop dat het een mooie dag gaat worden. En ik heb er erg veel zin in. Ik hoop wel dat het droog blijft. Gisteren was het echt noodweer hier. Zo, en dan op mijn pauzedag toch maar eventjes naar buiten. En dan ben ik op een paar kilometer afstand aangekomen op het Zell am See, oftewel dit is de zee, het meer. Nou, ik sta hier nog geen 3 minuten. Of daarboven, uit dat donkere wolkje, komt een hoop gerommel. Ja, dan zit je de hele dag binnen te werken. En ik denk, ik ga even een frisse neus scheppen. En ik word overvallen door een hagelbui. Nou, het is intussen overgegaan in regen. Ja, hier is ook niet echt een lekkere plek om hier te gaan zitten met al die herrie. Nou, dan denk je net dat het droog is, de zon geen weer. En dan begint het echt zo hard te hagelen dat hier allemaal auto's gestopt zijn langs de kant van de weg. Nou, je ziet dus hier ook wel hele ijsblokken liggen daar. Levensgevaarlijk om te rijden, want je glibbert alle kanten uit. Ik probeer nu een beetje te schuilen onder onder wat takken. Maar ja, dat helpt ook niet veel. Maar fijn. Zodra ik terug ben, maar dit is alles droog. Wat is dit? Het gewoon zeer op je lichaamsdelen. Zulke grote hagel. Nou, hier was ik qua kleding niet echt op berekend. Het regent nog wat na. De hagel lijkt allemaal gesmolten te zijn. Kijk, hier nog een klomp liggen. Maar op de weg lijkt het weg. En dan ga ik maar weer rijden. Het is 8 uur. Kaartje is gepakt en we zijn klaar om te vertrekken. Ik merk wel dat iedereen hier vroeg is, er zijn al mensen weg ook. Dat heeft er vooral mee te maken dat het vanmiddag toch weer slecht weer verwacht wordt. En nou hoop ik wel een beetje uit dit gebied te zijn.
mij ben ik nog maar net op weg. Ik heb nog maar 6 haarspelbochten gehad. Ik geloof van de ruim 30. En moet je toch kijken wat een hoogte er al zit. Met traditionele hoedjes. Nou, ik heb een fotootje gemaakt van iedereen op de trekker. En we gaan verder. Volgens mij gaan we hier zo het voorlopig hoogste punt bereiken. Ik zie hem iets verderop weer naar beneden gaan. Advies van de Duitser: niet naar beneden kijken als je rijdt. Dan heb je ook geen last van de hoogtevrees. Nou, op zich natuurlijk een hartstikke goed advies. Maar dan is wel de vraag waarom je rijdt. Je rijdt hier toch voor het uitzicht. Zo, dat is een knap windje.
Ausstellung. Ja. Wat daar weer voorstellen. Nou, ik ben op het Frans Jozef uitkijkpunt, 2400 meter, een bezoekerscentrum. Nou, het is opvallend rustig hier. Dat is ook op zich geweldig, want je weet natuurlijk niet wat je ziet hier. En zo'n enorme parkeergarage. Beneden een melkwit meer. En daaroverheen hangt een nevel met mist. Daar een gletsjer en achter die wolken schijnt volgens de meneer die ik net vroeg de Großglockner te zitten. Hallo. Hallo. Ja, die zie je, ja? Ja, ja. Ja. Dan ben je die niet gewoon. Ja. Het was te zien? Steinböcke heute leider nog niet. Ah. Aber ein Murmeltier. Bitte? Ein Murmeltier. Murmeltier. Marmot. Oh, Marmot. Okay. Ja. Ich habe sie schon eins gesehen. Ach, jetzt ist sie gerade drinnen. Okay. Da ist es. Ah ja, da ist es. Mhm. Jetzt geht sie drinnen. Ja. Gletscher was een top gras. En dan liep het helemaal door hier langs de weg. Het hele stuk. Helemaal naar beneden door die spleet hier tot in het Lage Meer. Daar eindigde de gletscher. Dit hele dal was vol met ijs. Het is helemaal verdwenen. So, die meisten Eis ist weg. Ja, es ist schon noch einiges da, aber man schätzt, dass es bis 2053 ja. Hier dieser Teil weg sein wird. Ich habe davor ein Kopfchen Kaffee auf Tee trinken, ich denke Kopfchen Tee. Nou, toen ik hier aankwam lopen was het nog alles zichtbaar en nu zie je helemaal niks meer. Ik moet zeggen dat ik nou ook niet zo moeft heb om naar beneden te gaan, want je zit toch in de rol. Nou, hier is Frans Jozef in vol ornaat. Nou, staat wel mooi op de witte achtergrond.
nog een keer. Hallo, Pieter, dank u zeer. Zo, nou ja, de batterij was weer leeg, dus ik heb hem aan de lader gezet. Daarom heb ik een tijdje niet gefilmd. Ik ben ergens hier, net hierboven ben ik teruggegaan. Het was nog maar 1 uur. Dus ik denk, nou, ik betaal zelf wel geld voor die grootklok. Nou, ik ga het nog eens een keer proberen. En nou, voor mijn doen heb ik eigenlijk best goed gereden. Ik zit nu achter een Nederlandse camper aan. Ik hoorde ook erg veel, ik ruik erg veel remschijven. Ik ga er wel vanuit dat het niet de mijne zijn. Maar goed, we hebben nu, we zijn aan de andere kant beneden. Het is nog 32 kilometer deze weg vervolgen. Maar ik heb wel de indruk dat ja, we eigenlijk beneden zijn weer. Alles is weer groen. Haarspelbochten zijn eigenlijk verdwenen. Spitaal staat op de borden. De camping waar we nu naartoe zijn in Krijvenborg, daar ben ik verschillende keren eerder geweest samen met mijn dochter Inge. Het is een centrum voor paardrijding. Dat is een groot scherm boven je hoofd van de berg afvliegen. Het lag op de route, dus ik ga er weer naartoe. En omdat ik wist dat ik daar zou komen, dan heb ik daar wat pakjes naartoe laten sturen. Spulletjes die ik nodig heb voor de reis. Tevens, Inge gaat volgende week daar met haar partner weer vliegen. Dus ik laat ook een fors gewicht aan spullen achter die ik niet nodig lijkt te hebben. Die kan ze mee naar huis nemen. En daarmee is mijn motor een stuk lichter voor de rest van de reis. Ik zit hier in ieder geval hier op de camping. Dit zijn allemaal pakjes die hier lagen. Het is een beetje rommelig, maar ik had 4 pakjes hier. Tentje staat er. Nou ja, het is best wel druk hier. Met heel veel Duitse mensen en heel veel Nederlandse mensen. En nou, als het goed is, gaan we morgen eens even kijken hoe, of er überhaupt gevlogen wordt. Het is nu het einde van de dag en dan is er toch te veel kans op regen. En dan zal er niet veel gevlogen worden. Ik ga een beetje eten klaarmaken. Het wordt al tijd. Ik heb trek.